smoking ain't a good thing. It's something I like to do. Ben Jolink, de eerste testcase van 2016, hoe is die bevallen? Nou, lichamelijk goed in ieder geval. Dat is allemaal uiterst wankele gezondheid, maar lichamelijk is het mij goed bevallen. En volgens mij was de relaxe sfeer en liep het allemaal best wel aardig. Flink wat fouten gemaakt, maar ja, daar gaat het niet om. Als pensionado mag je wat vergeten. Is dat ook een voordeel? Dat een festival op dit dat gewoon aan kan, zo'n optreden? Nou, dat is zeker, zeker. Het is op mijn geboortegrond en in de super relaxe sfeer. Dat is alleen maar voordeel, ja. En ik vind dit het leukste festival ter wereld. Dat mogen duidelijk zijn. Hoe ziet 2016 er verder uit voor Ben Jolink en de pensionado's? Dit was inderdaad een testcase en... Dat betekent dat het volgende optreden over 10 dagen is in Toldijk. En dat dat zeer waarschijnlijk dus wel doorgaat. En dan is er nog een derde optreden met het Huikersweekend. En dat is het voor dit jaar. En we gaan onze plaat afmaken. En misschien dat er dan ook nog een plaatpresentatie komt. En verder gewoon ook leven en genieten. Ja, dat genieten, dat ben ik niet zo goed in. Maar genieten van een lekker glas wijn of zo. Maar... Nee, meer schilderen. Klagen, dat gaat heel goed. Zitten en klagen, dat is iets voor oude kerels.